Welkom, dames en heren, bij speelronde 7 bij de KPN Eredivisie. Tussen een geweldige pot PSV Eindhoven tegen ADO Den Haag. En waarom dit een geweldige pot is, jongens, dat ga ik jullie gelijk even vertellen. Het is namelijk de nummer 2 tegen de nummer 3 in de individuele ranglijst. Rick Dame tegen Ali Risa, een echte topper op papier. Beide teams staan ook er eigenlijk natuurlijk ook gewoon heel goed voor. ADO iets minder, momenteel 8e met 9 punten. En PSV is natuurlijk nog steeds tweede. Die gaan echt voor die top 4 spot natuurlijk. En we gaan zien wat het gaat brengen tussen Ali en Rick. En leuk feitje ook nog eens. Vorig seizoen was het 2-0 voor Rick. Dus Ali die moet revanche nemen. En die gaat hier revanche nemen, wilde ik zeggen. Daar komt hij al gelijk. Wat een schitterende aanname. Wat een goal. Ja, hij geeft geen kick. Normaal gesproken hoor je al een klein moment van juichen. Of een geluid, een herrie. Je hoort gewoon iets vanuit de kant van PSV. Maar Ali die wordt ook wel het ijskonijn genoemd. Zegt helemaal niks. En maakt gelijk de 1-0. Ja, je moet even soms erin komen. En gelijk bij de eerste aanname, bij de eerste actie van Ali doet hij het. Vorig seizoen natuurlijk, wat ik net zei, 2-0 voor Rick. Ja, dat is 0 gelijk weggespoeld. 1-0 voor Ali en PSV. En een hele belangrijke 1-0. Op het moment dat zij nu winnen, gaan ze namelijk naar plek 1. Moet Emmen natuurlijk wel verliezen. Die komen later vandaag nog in actie. Maar geweldige start natuurlijk van PSV. Ali die vorige week ook nog eens won. Met PSV zijn de 4-0 van Zwolle. Hij won toen zelf 2-0 van Tony. Wat natuurlijk altijd heel erg knap is. Tony die wel iets minder is, heb ik het idee. Dan voorgaande jaar. Oh mijn god. Maar alsnog, als je 2-0 van Tony wint, is het ontzettend knap. Rick die is niet echt wakker. Die geeft hier weer een slordige bal weg. Maar Ali kan hier niet van profiteren. Kijken wat Rick dan in balbezit kan. Maar Tony staat trouwens nog 5e. Dat is inderdaad gewoon nog een hele knappe prestatie. Doet het ontzettend goed. Peck zelf niet, maar Tony wel. Dus Ali is goed bezig. Nu al gelijk weer in de 6e minuut die 1-0. Kijken of hij het kan uitbreiden. Of dat hij vertrouwen heeft dat het zo goed blijft. Rick die gaat in ieder geval natuurlijk proberen te scoren. Mooie actie hier met ADO. Geeft een bijna weg aan Ronaldo. Maar die wordt geblokt. Hier dan weer Ronaldo. Gaat heel erg slecht verdedigd worden door Van der Sar. Maar Rick die maakt hier de 1-1. Schitterende goal van Rick Dame. Maar opvallend wat Ali daar deed met de keeper. Heel opvallend dat hij de doelman zo ver uit liet komen. Er was eigenlijk geen verdediger die op Ronaldo afliep. Maar Ali die gewoon met de keeper de 16 bijna uitrende. Opvallend moment. Buitenspel voor ADO. Geen buitenspel. Tot nu toe een hele leuke pot. Kijken wat Ronaldo hier kan. Natuurlijk ooit echt voor PSV gespeeld. Dus die zal altijd daar moeten spelen natuurlijk. Kijken of Ronaldo hem binnen kan houden. Kan hem binnenhouden, maar Bruno Fernandes die onderschept hem. Kijken wat Ali hier kan. Paas hem naar Gullit. Gullit die paas hem weer terug naar Mbappé. Krijgt hem niet met geluk mee, wilde ik zeggen, maar kreeg hem wel weer mee. Maldini verdedigt dan gevaarlijk uit naar Carlos Alberto. Er kon bijna Pelé tussenkomen. Maldini, Vieira centraal achterin. Bruno Fernandes en Gullit zijn de twee CDM's bij ADO. Nee, weer dom balverlies. En Rick die inderdaad al aangaf, dit is weer dom balverlies. Is het inderdaad, want hij geeft veel risicovolle paasjes. Je merkt dat Ali best wel veel druk naar voren zet.
En elke keer op het moment dat Rick die paas geeft, zit PSV er bijna tussen. Maar hier is een mooie mogelijkheid voor Rick dan, want hier wacht hij natuurlijk op. Ah, hij zet veel druk hoor. Kijken wat Mbappé hier kan doen. Heel to heel. Pas naar Ronaldo. Doet een akka. Dit moet hem worden. Ja, schitterende actie van Rick. Wat een klasse goal van hem. 2-1 voor ADO. Hele mooie goal, hoor. Maar Ali die inderdaad ontzettend veel druk geeft. Op het moment dat Rick de bal achterin heeft, dan... ja, dan komt er een soort pressie vanuit de spelers. Ali wil elke bal onderscheppen. Dat ja, was eigenlijk een moment van vraag en problemen. Toen Rick er wel dus doorheen kwam. 1-2 steekpaasjes en Rick was met Mbappé op de achterlijn. Gaf hem terug op Ronaldo, doet een akka. En die schiet hem er echt fantastisch in. Ali wel iets meer balbezit. 54%. Is iets rustiger in zijn aanvallen, zoals hij altijd al geweest. Ronaldo, oh, dit is ook een schitterende goal, jongens. Dit is een truc die niet veel wordt gedaan. Of ja, het is niet een truc die veel opvalt. Maar een fake shot voor de aanname, waardoor je 1 meter ruimte krijgt en gelijk daarna schieten. Echt een schitterende goal. 2-2. Ruststand, PSV tegen ADO Den Haag. We gaan weer verder, jongens. Even terugkomen op dat moment net voor de rust. Ja, we moesten het even afkappen. Maar ja, dat is echt een ontzettend mooie goal. Toevallig zelf laatst bezig geweest met ja, de belangrijkste acties en skill moves in FIFA 21. En dit is een truc die eigenlijk niet veel wordt gedaan. Het is ook een hele simpele. Dus voordat je de bal aanneemt, doe je een fake shot de andere kant op van de, ja, de richting, de kant waar je dus niet vandaan komt. Ja, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar stel je loopt naar rechts onder, dan doe je een fake shot naar linksboven. En dat deed Ali ook. En daardoor had hij dus net die ene meter extra ruimte. Want ja, jullie weten het, er worden veel geschoten geblokt op het moment dat jij van afstand schiet. Maar hierdoor creëer je dus net dat kleine beetje ruimte waardoor je wel ja, van afstand kan pegelen. En dat deed Ali heel erg knap. Het ging echt in een split second gebeurde het. Fake shot aanname, gelijk R1 lange hoek. En ja, echt een fantastische goal vond ik van Ali. Kijken of hij het door kan zetten. Hele leuke pot. Echt spelers die aan elkaar gewaagd zijn. Dat blijkt dus ook, want we hadden het in het begin erover. Rick staat namelijk nummer 2 van de ranglijst. En Ali nummer 3 van de individuele ranglijst hebben we het dan over. Maar goed, dat zegt wel veel. Wat is dit dan? Dit is een heel opvallend moment, maar Van der Sar die hem net nog kan pakken. Dat was een moment geweest. Dat is, oh, blijft ook een lastig moment dat een steekpaas komt en de verdedigers niet weten of nou de keeper hem gaat pakken of toch nog die verdediger ertussen komt. Nou, in dit geval was het net nog Van der Sar die erbij kon komen. En Ali die heeft er zin in. Vekerhoff scoopt er. Maar daarna een mindere paas en Maldini ontschept hem na, dus ADO. Hier veel ruimte hoor. Mooi steekpaas. Nee, wat is dit nou? Rick krijgt hem met geluk mee, R9. Speelt naar Bruno, Bruno weer naar R9. Bruno heeft hem, maar leidt dan balverlies en kan Fiera rustig opbouwen. Fiera, waarschijnlijk de beste centrale verdediger in FIFA, ondanks dat het niet eens een centrale verdediger is. Natuurlijk een CDM. Maar er wordt voorkeur gegeven aan spelers op het middenveld die ook een goaltje kunnen maken. Vandaar dat eigenlijk iedereen met Gullit, Bruno, en ja, wie heb je nog meer? Matheus. Matheus kan ook nog een goaltje maken, maar die heeft dan weer niet die skill moves. Nou, het is echt voornamelijk Gullit, die zie je eigenlijk altijd. En dan team of die hier. Bruno is natuurlijk ontzettend goed. Kijken wat Ali hier kan. 70ste minuut alweer.
doet natuurlijk eigenlijk best wel goede zaken als je kijkt naar hoe goed Rick bezig is op dit moment. 2-2 zou niet heel slecht zijn. Hierna moet Danny tegen Dennis. Maar goed, Danny, kunnen we vast verklappen, die won vorig seizoen 4-1 van Dennis. Misschien dat het dan nog wel mee zal spelen in het kopje van Dennis. Dat hij denkt, shit, vorig seizoen ging dat me dat niet goed af. Laat Ali alsjeblieft nog even die 3-2 maken, want misschien een speler die hem niet ligt. Dat kan, hè. Dat is heel vaak in FIFA. Bepaalde spelers die liggen elkaar gewoon niet, ofwel. Hier is goed verdedigd door Alberto. Ja, die kan hem net nog houden. Kijken of Rick dan nog iets kan laten zien. We hebben eigenlijk weinig gezien meer van Rick sinds... Zulke delay, jongen. Zulke delay, ja. Ik ken het, Rick. Nee, maar ja, sinds... wat was het? De 2-1 eigenlijk niks meer gezien van Rick. Het is alleen maar Ali eigenlijk die balbezit heeft en de kansjes creëert. Kijken of Ali hier dan nog iets kan laten zien. Het is in ieder geval Davies die naar de achterlijn loopt. Paast hem naar Pele. Doet een hele mooie heel-to-heel scooptorn. Maar goed verdedigd door Patrick Vieira. Kijk, Rick die probeert er gewoon letterlijk langs te rennen met Tiofti en Ronaldo. Dat zou normaal gesproken natuurlijk kunnen. Maar ja, vergeet niet dat elke speler hier op het veld of een Team of the Year, of een Icon Moments is, of ja, in ieder geval een kaart die velen van jullie nooit zullen kunnen kopen. Inclusief ik zelf. Dus ook een voorbijrennen, zelfs met die Ronaldo lukt niet. En hier gaat de grote kans komen. Jezus, Mina! Wat een pegel is dit dan weer van Ali. Een ontzettend raar moment. Ja, ik hoorde het al in de reactie van Rick dat er iets ging gebeuren natuurlijk. Maar jezus, wat was dit een schitterende goal, zeg. Ja, en ik vind het toch mooi. Die Ali die zegt gewoon helemaal niks. Kijkt voor zich uit. Wijzigt nog even wat dingen, maar... Ja, ik hoop dat we de herhaling nog even kunnen zien zo. Hier komt hij, de herhaling. Ja, dat was. Kijk, het was wel weer een beetje een soortgelijke actie als in die 2-2. Je neemt dus de bal niet aan. Je doet een soort fake shot. Dit leek een beetje op een fake shot cancel, wat hij deed. Maar ontzettend mooie actie van Ali. Waardoor je dus weer net die twee meter ruimte krijgt. Waardoor je dus wel kan schieten. Normaal gesproken, zoals ik al zei, dan worden die schoten vaak geblokt. Maar Rick die is het eigenlijk sinds de 2-1 helemaal kwijt. Hij kwam 1-0 achter, toen heeft hij zich helemaal herpakt. Waren de eerste 40 minuten van de eerste helft helemaal voor hem. Maar daarna is hij eigenlijk niet meer aan zet gekomen. Dan gaat Ali hier hoogstwaarschijnlijk 3-2 winnen. En zal dat voor Dennis natuurlijk een ideale uitgangssituatie zijn. Ook omdat ik al zei van ja... Toch won Danny vorige keer 4-1 van Dennis. Dus ik denk dat Dennis alleen maar blij zal zijn dat dit natuurlijk is gebeurd. Kijken of Rick nog één keer kan aanzetten. Cruijff gaat naar terug en dan wordt het denk ik afgefloten. Nee, hij mag door. Nee, dan is het toch weer balverlies van Rick. Die is ontzettend kwaad. Ali wint. En PSV doet goede zaken in de eerste leg. 3-2 tegen ADO Den Haag. Hier begint de tweede leg tussen PSV en ADO Den Haag. Het was natuurlijk een spectaculaire eerste leg met een 3-2 overwinning voor Ali op Rick Dame. Ontzettend leuke pot, spannende pot. Maar dit was vorig seizoen dus ook een geweldige pot. 1-4 voor Danny, maar liefst tegen Dennis. Ja, dat zou je vooral niet zeggen. Maar Danny die... Ja, Dennis dus helemaal weggetikt toen. Ik hoop voor hem dat hij vandaag weer een goede dag heeft. Want hij moet aan de bak. PSV heeft dus 3-2 gewonnen in het eerste duel. Dat betekent dat Danny die moet minimaal een goal gaan maken voor een gelijkstand. Minimaal 2 goals verschil voor een overwinning. En achter Danny
valt het bord om. Dan had hij zelfs eens door. Maar het gebeurde wel. Kijken of hij wel zijn focus kan bouwen. Nee, hij had het inderdaad wel door, want hij drukt op start en hij gaat het bord even overeind zetten. Ja, schitterend te zien. Misschien dat daardoor ook die aanval niet goed ging, maar ja, waarschijnlijk had hij het dus wel gelijk door dat iets omklapte. Hij is nu letterlijk bezig om dat bord even recht te zetten. Ja, lukt het? Nee, hij gaat weer vallen, ja. Even kijken of hij hem overeind kan houden. Nee, ja, zo zit hij goed. Nou, niet meer naar achter leunen. Ramen dicht. En dan blijft hij als het goed is overeind staan. Ja, dit is niet hetgeen wat je natuurlijk wil tijdens een potje. Wilt je natuurlijk volledig kunnen focussen tijdens je belangrijke individueel. Als dit soort zaken dan erbij komen. Ja, is niet ideaal, maar goed. We hopen dat het hierbij blijft. Dennis dan, die... ja, als we even kijken naar de individuele ranglijst, jongens. Dennis Verhoeven staat namelijk op plek 2. Gedeeld aan kop met Leif Frederik. Komt hier al gelijk weer op 1-0. Ja, schitterende goal van Dennis. We hebben het er net over hoe goed hij bezig is in de individuele ranglijst. En maakt ook gelijk die 1-0. Ja, kijk, ja, Danny, is hij erbij? Dat idee heb ik niet. Ik denk dat hij nog steeds dat doek bezig was in zijn hoofd. Want ja, dit was een hele mooie steekpaas van Dennis. En ja, first starts afgemaakt door niemand minder dan Ronaldo Moment. Ik keek even naar wat Danny doet op dit moment in de individuele ranglijst. Maar dat kon ik even niet zo 1, 2, 3 vinden. Maar hij staat 16, oké. Okay. Nou, dus op papier zou dit een, ja, je mag het bijna niet zeggen, maar een makkelijke overwinning moeten kunnen zijn voor Dennis. We zijn pas 6 wedstrijden natuurlijk onderweg, dus dat zegt niet heel veel. Maar gezien de stand van PSV, de vorm waarin beide spelers zitten en alles erbij, zou dit een overwinning moeten gaan worden. Danny moet in ieder geval met flink aantal doelpunten nu gaan winnen. Om te beginnen om deze pot even op gelijke stand te zetten. Daar heeft hij 2 goals voor nodig. En hier is alweer een schitterende actie van Dennis. Die pegelt hem in de korte hoek. Met Ronaldo was het volgens mij. En dan is het, ja, is het een hele lastige opgave voor Danny. Kijk, die is alleen maar bezig met andere dingen. Zet nu weer de camera recht. Ik heb het idee dat hij daar niet lekker zit. Ik heb het idee dat hij met heel veel andere zaken bezig is. Net dat doek. Nu die camera die hij even gelijk zet. Het is inderdaad Team of the Year Ronaldo. Die hem erin pegelt. En ja, kijken wat Danny gaat doen. Loopt hem hier ook weer over de achterlijn. Bewust is dit. Ik heb geen idee wat hier gaande is. Maar hij loopt hem hier bewust over de achterlijn, over de zijlijn natuurlijk. Maar ja, dit gaat 3-0 worden. Ja, wat is hier aan de hand? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Hij zit volgens mij op zijn mobiel tijdens het potje. Ik heb geen idee wat hier gaande is, maar hij zit volgens mij gewoon te appen. Misschien dat hij met Dennis aan het appen is. Dat kan natuurlijk. Die jongens kennen elkaar allemaal goed. Maar dit is natuurlijk, er is iets wat niet lekker loopt of zo. Want anders, ja, hij doet bij die 2-0 deed hij volgens mij al weinig. En nu bij die 3-0, hij loopt hem zo over de achterlijn en doet niks meer. Ja, we gaan gewoon verder, volgens mij. Ja. Ik had het idee dat... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik had het idee dat er iets was met Danny, want hij was bezig met zijn apparatuur. Ik heb geen idee. Hij liep de bal ook gewoon over de zijlijn. Misschien dat zijn controle niet goed werkt of wat dan ook. En Dennis kon hem gewoon gratis erin schieten. Ja, er werd niet verdedigd. Er gebeurde helemaal niks, dus... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik kon die jongens ook niet horen. Ze geven geen kick. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het verhaal hierachter. Het betekent in ieder geval wel dat Danny 4 goals moet gaan maken. En dan staat het pas gelijk. En
beetje Danny kennende, hoe pissig die nu zal zijn. En de vorm waarin Dennis zit, dat ja, lijkt mij onmogelijk. Kijken wat Dennis dan kan. Ja, het lijkt gatenkaas. Want daar bovenin was heel veel ruimte. Geeft hem dan niet. Ja, geeft hem dan nu weer wel. Nee, doet hem niet. Doet een cancel croquetta. En had hier eigenlijk best makkelijk voor mijn gevoel op 4-0 kunnen zetten. Paasje naar boven en ja, je legt hem erin. Ja, opvallend. Ik wil heel graag weten wat er aan de hand was. Ik had het idee dat Danny na met allemaal andere dingen bezig was. Ik kan ernaast zitten, maar... Ja, dat is niet... hetgeen is als je een wedstrijd in wilt gaan. Vooral omdat die pot hiervoor zo spannend was. En gezien het resultaat in het vorige seizoen van Danny tegen Dennis... zou je verwachten dat hier een heel lijp tweede duel zou komen. Maar goed, het kan nog. Misschien dat Danny straks toch die 3-1 nog kan maken voor de rust. En dan, ja, je weet het nooit. Tenzij Dennis hier natuurlijk de 4-0 gaat maken en dat gaat er komen. Ja, je ziet het. Oh, wat een redding is dit dan weer. Maar je ziet het komen, die sleep. En dan moet dit eigenlijk, moet hij hem hoog in de korte hoek schieten of een ja, stiftje... In ieder geval, het is gewoon eigenlijk gewoon super gekiept door Smile is dat dan. Maar opvallend, dat ja, als het hier natuurlijk 4-0 was, dan durfde ik al mijn geld erop in te zetten dat het natuurlijk nooit meer goed ging komen voor Danny. Maar ja, ik hoop voor hem dat hij toch nog een aansluitingstreffer kan maken. Ja, daar mag je eigenlijk niet over praten op het moment dat het 3-1 wordt. Maar het zal wel heel erg leuk zijn voor de wedstrijd. Het ziet er niet naar uit. Dennis die heeft er zin in. Die is los en die gaat hem schieten denk ik in de lange hoek. Ja, dat probeert hij inderdaad. Krijgt hem dan ook weer mee terug. Doet een akka. Maar ja, niet alles vliegt erin. Gelukkig maar voor Uitenhaag dat deze bal weer gestopt werd door Schmeichel. Kijk wat Hasi kan doen. Zijn bijnaam natuurlijk. Danny Hazebroek. A.k.a. Hasi. Gaat hij het dan laten zien in de laatste secondes voor rust? Ik denk het niet, want hier gaat hij net niet uit. Nou, oh, hij loopt hem wel zelf weer uit. Het is 3-0 voor PSV. We gaan naar rust. We gaan verder. Het was een korte rust. Beide spelers hebben eigenlijk ja, niks meer om te overleggen. Ik denk dat Danny geaccepteerd heeft dat het hem niet meer gaat worden. En dat Dennis denkt van ja, dit had ik ook niet verwacht dat het zo makkelijk ging. Normaal zie je wel eens een paar minuten overleg tussen beide e-sporters, zoals we dan mogen noemen, met de coach erbij. Maar ja, in dit geval denk ik dat ze beide niks hebben om te overleggen. Dus dat ging makkelijk door. En Babu die speelt wel bij ADO, die gaat een stukje naar voren. Zidane staat daar achterin en Babu op het middenveld. Ik denk dat die straks gaan ruilen van plek. Ja, kijk, daar is Zidane al. Die zien we eigenlijk ook niet voorbij komen, Phil. Tussen de paar potten die ik nu al op commentaar heb gegeven, zie ik geen Zidane moments in de basis. Lijkt mij een ideale speler naast een ja, Gullit misschien. Ja, misschien is dat te aanvallend dan gedacht. Ik denk dat die Bruno inderdaad verdedigend veel sterker is. Die gaat die komen pelen. Ja, wat een schitterende actie. En die Smeichel, jongens. Die verdomde Smeichel, die houdt toch veel ballen eruit. Het had namelijk al 4-5-0 kunnen zijn voor PSV. Kijkend naar doelsal is dat natuurlijk uiteindelijk ook wel belangrijk. Doelsal is altijd belangrijk. Je zal altijd zien dat op het moment dat er punten verdeeld moeten worden, dat het doelsal er dan weer leidinggevend is. Dus ja, ook voor Dennis. Kijk, hij kan tevreden zijn met 3-0. Weet je, daar had hij vooraf voor getekend. Maar ook voor hun is het belangrijk als PSV zijn en dat je... Ja, toch wel ook aan je doelsaldo gaat werken. Dat zijn ideale wedstrijden misschien ervoor. Dit lijkt me buitenspel. Ja, dit is buitenspel. En dan is het toch weer op start gedrukt. Kijken wat er gewisseld gaat worden.
zie in ieder geval Mbappé eruit gaan. Cruijff komt erin voor Pelé. Dat was nog een wedstrijd. Ik zag even niet wie erin kwam voor Mbappé. Ah, het is het Veulen. Ronaldinho natuurlijk. Moments Ronaldinho. En Zidane. Ja, kijk, daar is die Zidane voor Fernandes. Wel aanvallende wissel dus. Zidane verdedigt iets minder goed als Fernandes. Het zou leuk zijn voor de wedstrijd als er in ieder geval nog gescoord wordt. Ja, of PSV moet gewoon hier ja, heel dik winnen. Maar dit is inderdaad een mooie actie. Net iets te hard, die bridge. Ja, die kan je natuurlijk niet timen qua snelheid. Hij had hem voor mijn gevoel iets eerder moeten doen. Als hij een meter eerder had gedaan, had hij nu die ruimte. En dit, is, ja, dit gaat 4-0 worden. Dat kan niet als een stiftje. Nee, oh. Komt heel goed nog weg, hoor, Dennis. Komt heel goed nog weg. Want speelde hem eigenlijk te ver voor schuit. Het is 4-0 en ja, dit is hetgene waar je dan een beetje bang voor bent. Dat dit gewoon 6-7-0 straks gaat worden. Goed voor PSV hoor. Daar niet van, maar ja, een beetje sneu voor Danny vind ik. Want ik heb het idee dat er wat dingen speelden. Maar goed, dat weten we op dit moment niet. Ik zal het hem straks anders even vragen. Maar ja, er leek iets schade te zijn. Vanaf het moment dat die 2-0 erin ging, die 3-0, had hij volgens mij zijn controle niet eens in zijn handen. Goed, kijken wat Dennis dan weer kan laten zien. Die zal nogmaals ja, moeten gaan denken, weet je, deze pot hebben we sowieso gewonnen. Dan maar ook lekker dik winnen. Even kijken naar de ranglijst. Ze staan namelijk bijna dezelfde doelstelling als Emmen. Emmen had na speelronde 6, dus voordat deze ronde begon, 30 voor 11 tegen. En PSV 27 voor 11 tegen. Dat betekent dus, stel Emmen zou straks gelijk spelen, dat PSV dus eerste staat. Dus daarom is het ook belangrijk inderdaad om je doelpunten gewoon wel te maken. PSV die komt op dit moment, even kijken, 4 plus 3, net is 7. Dus er komen 34 doelpunten voor. En dus net 2 tegen had, 13 tegen. Stel Emmen speelt gelijk, dan gaan we ervan uit dat het bijvoorbeeld 3-3 wordt. Ik zeg maar wat. Dan hebben ze alsnog... Dus een beter doelsaldo. Dus dat is gunstig voor PSV. Maar goed, hier komt waarschijnlijk ook nog de 5-0. Het is de 5-0. Weer een hele mooie goal. Maar ja, dat... ja, hoef ik niet meer uitbundig over te doen. Het is 5-0. Danny die het al had opgegeven voor mijn gevoel na die 2-0. En Dennis die inderdaad goed gebruik maakt van dit moment. Ja, het is altijd lekker als je tegenstander even niet in zit. Wat de reden ook natuurlijk is. En jij gewoon alleen maar doelpunten maakt. Het mooiste zou natuurlijk voor hem zijn als hij ook geen doelpunt tegen krijgt. Gewoon een 5-0. Clean sheet. Dan mag hij straks Ali bellen en zeggen. Jongen, ik heb de 3 punten mee teruggenomen naar Eindhoven. Ik zou nu eigenlijk heel erg benieuwd geweest. Naar het resultaat. Hier gaat wel een tegengoal komen. Nee, het zit ook niet mee met Danny. Hij krijgt hem letterlijk in schoot geworpen van Dennis. Maar ja, die Ed die denkt van nee, geen tegendoelpunt vandaag voor ons, jongen. Maar wat ik wilde zeggen is, ik was benieuwd naar deze pot. Misschien stel dat Rick had gewonnen 3-2. Hoe deze wedstrijd dan was verlopen. Goed, dat zullen we nooit weten. Maar ja, het lijkt me dan niet dat Danny dan had gedacht van ja, ik laat me zo makkelijk over me heen lopen. Goed, kijken of hij, hoe moet je het noemen als hij nu zou scoren? Eerherstel, nee dat is het ook niet. Eredoelpuntje, ook niet. Ja, het is puur leuk voor de statistieken dat hij toch weer heeft gescoord en dat Dennis een doelpunt tegen heeft. Maar anders zie ik het ook niet gebeuren. En ik weet niet of hij nog één keer voor de aanval gaat. Ik denk dat hij rondspeelt en misschien straks gewoon uitschiet. Het is in ieder geval een mooie overwinning voor PSV. Die tegen een hele goede tegenstander heeft gespeeld. Maar Dennis had het ontzettend makkelijk. Wint maar liefst 5-0. En brengt PSV 3 punten.